Dit is het Nieuws van de Week, een journaal van de NOS in Makkelijke Taal. En ik ben Mark Visser. In dit journaal gaat het over spoorwegovergangen. Die zijn veiliger gemaakt om ongelukken te voorkomen. We vertellen over verkiezingen die binnenkort in Europa worden gehouden. Ook in Nederland kan worden gestemd. En we laten zien dat er een middel is gevonden tegen de ziekte blauwtong. En dat is goed nieuws voor schapenhouders. Er zijn steeds minder onbewaakte spoorwegovergangen. Dat zijn plekken waar je het spoor kunt oversteken, maar waar geen slagbomen zijn. In Nederland zijn nog 28 onbewaakte overgangen. Vaak liggen ze in rustige gebieden tussen de weilanden. Treinen rijden met hoge snelheid voorbij zonder waarschuwing. Er zijn geen bellen en geen slagbomen. Voetgangers, fietsers, automobilisten en tractorbestuurders moeten dus extra goed opletten bij het oversteken. Maar dat oversteken gaat niet altijd goed. Een paar keer per jaar zijn er dodelijke ongelukken. Daarom wil spoorbedrijf ProRail alle onbewaakte overgangen beveiligen. Op 150 plekken is dat al gedaan. Zoals in Diepenveen. Twee overgangen zijn daar aangepakt. Dat was hard nodig, vertelt een vrouw die bij ProRail werkt. We zien nog vaak dat er mensen snel eventjes oversteken of een mountainbiker steekt nog eventjes snel over. Mensen hebben soms ook niet door dat ze een overweg oversteken. Want nu is het mooi weer, maar als het mistig is of regent, dan kan je een trein soms niet zien aankomen. En om dat allemaal te voorkomen, willen we het hier beveiligen. Bij een andere onbewaakte overgang in de buurt zijn slagbomen en lichten geïnstalleerd. Een belletje wel hoor. Zo, oh ja. tevreden? Helemaal lekker tevreden, ja zeker. Hey, uh, mag er wie zijn hier. Dus uh, dan kunnen de bewoners hier kunnen we weer lekker er, uh, veilig de veilige overweg over. Ja. Een vrouw die in de buurt woont, is blij met de aanpassingen. Nou, ik ben blij dat het eindelijk uh, zover is. Dat, uh, de, dat de overweg bewaakt wordt. Want het is altijd spannend om over te steken hier. En je hebt altijd wandelaars en fietsers die zomaar... Oversteken en voordat je het weet is die trein er. Die trein die. Uh, ja, maakt steeds minder lawaai, hè? De modernere treinen. En dan schrik je toch van: oh, daar is die al. Het aanpakken van alle overwegen kost veel tijd en geld. In Diepenveen duurde het in totaal twee jaar. Onder meer door gedoe met mensen uit de buurt. Dat vertelt de medewerker van ProRail die we net al zagen. Er zijn bijvoorbeeld een wandelvereniging die moet nu op een andere manier hier gaan wandelen. Dat was een hele oude route die ze al jaren deden. Nou, dat begrijpen we, ook. we hebben ook. Op een andere plek hebben we een pad aangelegd, zodat ze hun route wel kunnen blijven maken. Maar ja, je kan niet iedereen tevreden houden helaas. Over drie jaar moeten alle onbewaakte overgangen in Nederland aangepast zijn. Zodat mensen ook daar veilig kunnen oversteken. De verkiezingen voor het Europees Parlement komen eraan. Daar wordt de komende tijd veel aandacht voor gevraagd. Om de vijf jaar worden die verkiezingen gehouden. De meeste landen in Europa doen daaraan mee, ook Nederland. Mensen kunnen dan stemmen op politici uit hun land die in het Europees Parlement willen komen. De leden van het Europees Parlement praten over hoe dingen in Europa geregeld worden. En ze beslissen over nieuwe Europese wetten. Die wetten hebben invloed op de levens van mensen die in Europa wonen. Ze gaan bijvoorbeeld over de economie of over het klimaat. In het Europees parlement werken partijen uit verschillende landen samen. Nu de verkiezingen eraan komen, zijn er veel bijeenkomsten. Een van die bijeenkomsten was in Hongarije, in de stad Boedapest. De politici die er naartoe kwamen zijn allemaal van rechtse partijen. Ook Geert Wilders van de PVV uit Nederland was erbij en hield een toespraak. Hij vertelde dat hij wil dat er minder asielzoekers naar Europa komen. Many European nations today are overrun with more and more illegal immigrants en asylum seekers, more than we can handle. So why did we allow this? Why have we not it? De politici die naar hem luisterden zijn het met Wilders eens. En er zijn meer onderwerpen waarover ze hetzelfde denken. Juist als het gaat om Europa. Zo vinden ze dat er te veel regels vanuit Europa worden bedacht. Bijvoorbeeld voor de boeren of het klimaat. Ze willen minder regels en ze willen ook dat landen meer zelf gaan beslissen. Deskundigen verwachten dat de rechtse partijen de komende verkiezingen meer stemmen krijgen dan bij eerdere verkiezingen. Andere Europese partijen maken zich daar zorgen over. Zij vinden het juist belangrijk dat landen samenwerken en dat je samen meer bereikt. Welke partijen veel stemmen krijgen bij de verkiezingen moet nog blijken. In Nederland mag iedereen van 18 jaar of ouder op 6 juni naar de stembus. Voor die tijd krijgen ze een stembiljet thuis in de brievenbus. Door het blauwtongvirus gingen vorig jaar veel schapen dood. Maar er is nu een vaccin tegen de ziekte. Schapenhouders zijn erg blij met het nieuwe middel. Ook schapenhouder Erik was blij toen hij hoorde over het vaccin. Ja, dit is een, uh, een fantastische dag. Een dag dat ons uh, voor, uh, voor de komende jaren weer toekomst geeft. Dit zijn beelden van vorig jaar. De schapen van boer Erik raakten besmet met het blauwtongvirus. Tachtig van zijn schapen gingen dood. Die bek die doet ze zozeer als ik er iets aan zit dan. En het is allemaal uh, smerig en kwel en dat hoort allemaal niet, dat hoort schoon te zijn. Het blauwtongvirus wordt verspreid door knutten. Dat zijn kleine muggen die vooral in de zomer actief zijn. Blauwtong kan vooral schapen erg ziek maken. De dieren krijgen koorts en een dikke tong die soms blauw wordt. De ziekte kan dodelijk zijn. Vorig jaar overleden tienduizenden dieren een raam. In een laboratorium is de afgelopen tijd hard gezocht naar een middel tegen de ziekte. Nu is er dus een vaccin gemaakt. Als de dieren een prik krijgen met dat vaccin, zijn ze beschermd. Voor dat vaccineren zijn veel dierenartsen nodig. Dat vertelt een vrouw die opkomt voor boeren in Nederland. Waarschijnlijk uh, komen er dit weekend een miljoen doses uh, Nederland binnen. Dat is uh, genoeg. Ik denk dat we eerder een probleem zullen hebben van hebben we genoeg handjes om die vaccins allemaal toe te dienen. Want alleen een dierenarts mag dat doen. Uh. Tientallen dierenartsen hebben al laten weten dat ze willen helpen. Ook deze dierenarts gaat dat doen. Waar vaccineren jullie? Eh, we doen het onder de huid. Dat kan hier in de hals als er weinig wol is. Of anders, wat we liever doen hier is hier achter de voorpoot. Omdat je daar mooi op het vel kan kijken en goed kunt, uh, kunt mikken eigenlijk. Merken ze daar iets van? Nee, praktisch niet. Ze hebben meer last van de stress, stress van het beet dan van het, uh, het prikken zelf. De prik helpt alleen vooraf. Niet als een dier al besmet is. Daarom is het belangrijk om de schapen te vaccineren. Voordat de knutten weer gaan rondvliegen en het virus kunnen verspreiden. Boer Erik hoopt dat zijn schapen het vaccin snel krijgen, zodat ook dit pasgeboren lammetje goed beschermd is tegen blauwtong. In dit journaal ging het over het veiliger maken van spoorwegovergangen. We vertelden over de verkiezingen voor het Europees Parlement. En we lieten zien dat dierenartsen klaarstaan om schapen in te enten tegen blauwtong. Dit was het voor nu. Volgende week is er weer een journaal van de NOS in makkelijke taal. Tot dan!